We kennen haar als vertolkster van de hits als Viva España en Bella Italia. Daarnaast sluit ze als ambtenaar van de burgerlijke stand regelmatig huwelijken. Hier is Imca Marina! Kom lekker bij me zitten. Imca. Allemaal. Ik weet het zeker. U hebt de eeuwige jeugd. Is dat echt waar? Ja, zolang ik me u kan herinneren, ziet u er zo goed uit. Ik vind het zo mooi dat je u zegt, Frans. Dat werd toch beleefd, hè? Ja, dankjewel. Dat hoort er ook zo, toch? Toch vindt u ook niet, dames en heren? Hoort toch zo? Ah. Ja. Ja. Ik vraag me eigenlijk af, hoe lang zit u al in het vak? Nou, vanaf mijn... vanaf mijn 12e jaar. 12e jaar. En ik ben al pas 41, dus dat is al heel lang. Nou ja, ik vraag het ook bewust, want als Imca Marina optreedt, dames en heren, dan gebeurt er dit. Laten we maar eens even kijken. Eens even kijken. Waar was dit? Kijk eens. Ja, in Italië. Volle mensen, rossende mensen. Hoor eens. Echt een gigantisch feest daar. Oh, oh, oh. En ik was toevallig getuige van dit optreden. Want, zoals je net al zelf zei, dit optreden was in Garda. Ja, dat was in Garda, met allemaal artiesten en fans en weet ik wat allemaal. Dat was een geweldige avond. Een hele bijzondere avond, want op die avond is Imca Marina ereburger geworden van... de stad Garda. En dat was toch wel een heel bijzonder moment. Ja, wonder. Nee, maar ik was natuurlijk wel zeer vereerd. En ik kreeg dat uit handen van de burgemeester daar, meneer Passotti. En nou, ik dacht eerst, nou, dat is een grap of zoiets. Ereburgers, ja, wie wordt nou ereburgeres van een stad in het Gardameer? Ik kreeg een prachtige grote gouden plaquette. En nou, toen dacht ik, ja, dat is allemaal helemaal mooi. Iedereen erbij, nou, groot feest, geweldig. En eerst deed die man, was heel, ja, helemaal niet zo gecharmeerd. Nou, een oudere dame, weet je wel, die leuk zingt. Maar, en hij moest dat allemaal nog horen. Toen had ik Bella Italia gezongen. Toen was hij ook, ma, che bella ragazza, che bella canzone, che bella voce. Nou, toen was hij helemaal gesneuveld. Dat vond ik zo leuk. Ja, en weet je wie er ook gesneuveld waren? Nou... dat waren die twee Italianen die naar Nederland kwamen. Ja, vreselijk. Kan je dat nog herinneren? Nou, hou maar op, wees maar stil. Ja, die waren speciaal helemaal naar Groningen afgereisd. Ja. Laten we eens kijken wat dat ereburgerschap van Garda zoal oplevert. Of liever gezegd, kost. Zingt u maar even mee het volkslied van Groningen. Het land van Imca Marina, waar ze in haar prachtige boerderij een restaurant leidt, ontvangsten organiseert, huwelijken afsluit en dat allemaal in Midwolda, gemeente Scheemda. Maar Italië is ook het land van Imca Marina. Ze bezong het in Bella Italia en ze is zelfs ereburger. Hoogste tijd dat Bananensplit de Pizza di Imca introduceert in Oost-Groningen. Trouwens, het is vandaag allemaal Italië wat de klok slaat. Want er komen twee hoge Italiaanse gasten, alleen weet Imca dat niet, naar het gemeentehuis van Scheemda. En daar hebben we Imca naartoe gelokt. Kijk, daar is ze. Ja, ik weet het weg. Dankjewel hoor. Graag gedaan. Mag hier binnen door? Ja hoor, je mag binnen door. Okay, dankjewel. Hi Imca. Ze wordt ontvangen door de burgemeester. Kusje, knuffeltje, die twee kennen elkaar goed. Al wist de burgemeester niet dat Imca ook nog burger was van een andere gemeente. Ja, ik ben laatst ereburgeres geworden van de Garda. Misschien dat het ja, daar ging het. Garda. Oh, ik dacht Garda meer, maar dat is een plaats of zo. Garda, ja, ja. Ben je de ereburger geworden? Ja, toen ben ik ereburgeres geworden. Ja. Zijn twee heren van Italiaanse ambassade voor je. Nou, zie je? Ja. Hallo. Haha, kordaat stappen de heren Gilberto en Mario van de Italiaanse ambassade de burgemeesterskamer binnen. Mario. Hallo. Na de koffie laat de burgemeester Imca even met de heren alleen. En die hebben een leuke verrassing. We hebben een cadeau van iemand in Italië. Misschien kent die meneer. Wat aardig, een cadeautje van de burgemeester van Garda. Met een boter en suiker. Ja. Oh, wat vind ik dat leuk. Oh, wat enig.
Ach, wat vind ik dat nog toch leuk. Leuk, hè? Komt meneer, dan, ja, het signor Passot, die heeft naar ons dat gestuurd. Dat vind ik, vond ik, die man was zo leuk. Ja, ja, leuke vent, die burgemeester. Maar hij heeft nog veel meer verrassingen in petto. We zijn niet alleen maar voor de foto hier gekomen. Voor de Italiaanse wet, iedereen die er burger, burgeres wordt, heeft de verplichting of een belasting te betalen in Italië. En die... Geweldig. Kijk, het lachen van samen. Wat moet ik, miljoenen? Nee. Die gaat over een bedrag van 1700 euro. En die gaat voor. We hebben nog kopiertjes aan uw administratie persoon gestuurd. Hij heeft niet gereageerd, maar je krijgt ook een kopie. We hebben ook aan u gestuurd. En die is de belasting die. Ja, iedereen die er burgeres wordt, moet jaarlijks betalen. Maar dat heeft men niet gezegd, hè? Jij hebt nooit iets... Nee, dat heb ik nooit geweten. Ja, laten zien. Maar hebben ze dat naar mij opgestuurd? Ik heb dat nooit gehad. Ja, en dan zijn er nog de kosten van Imca's inburgeringsfeest. Speciaal gehouden om meer toeristen te trekken. Het probleem is, Garda heeft heel veel geld geïnvesteerd. En wil ook iets terugzien. E chiaro? Ze snapt er geen snars van. En dit is de rekening voor de grote feest van vorig jaar. Ik ga over de... Dit nu weer? Ja, no. En dit is in het Nederlands. Oh, geweldig. No, die gaat over die... Oh, my goodness. Zijn alle rekeningen... Hier staan ook allemaal vreselijke dingen die ik allemaal helemaal... Een eremunt voor 9000 euro. Ja, zo. Ja, nou... Hotelkostenstaf. Huurverlichting. Champagne. Champagne. Ik drink niet eens. En huurpersoneel 16.000 euro. Jongens, dat heb ik toch helemaal... Wat dan wel, mensen. En wie heeft gelukkig hebben de heren een plan waarmee Imca haar schulden kan vereffenen. De Italiaanse ambassade in Nederland heeft wel een soort van andere oplossing, optie... bedacht. Oké. Okay. Soms boerderij. Wat prachtig. In uw boerderij waren de gedachten... Een beetje promotie te maken voor de Garda gemeente. Ja, dat lijkt mij wel heel in Italië. Goed. We beginnen met gondelen. En hier, naast het water, doen we mooie gondelen. Hè? Een infopunt. In plaats van die mooie bomen, ja, ze zijn mooi, maar niks te maken met Italië. We kappen ze af, top, in één keer en palmen. Hè? We laten het mooie, echte palmen van de omgeving van Garda komen, hier komen. En verder komt er een scooter, we huren een fotopunti, een gelati en een de pizzeria. Mooi toch, Imca? Dat kan echt niet missen. En we doen het hier achter. Wat zijn jullie toch? Wat zijn jullie? Oh, ayuda me. Ja, hoe dom kun je zijn? En ik heb ook nog een paar keer geroepen, is dit een grap? Maar mijn burgemeester die speelde dat zo goed mee. Toen zei ze, heb je ook iets getekend? Ja, want je zat toch maar mooi even daar met een dilemma. Ja, belastingschuld. Het zweet brak me uit en toen dacht ik, en ik zei tegen Truida, mijn burgemeester, is dit een grap of zoiets? Dus ze zei, nee hoor, heb je ook wat getekend, heel officieel. En toen zei ik, nee, ja... Ik denk, ja, heb ik wat getekend? Nee, ik heb niks getekend. Maar toen was ik eigenlijk helemaal... Ik heb nooit aan bananensplit gedacht. Geen moment. Wat dacht je toen je hoorde, toen je al de rekeningen zag van je eigen feest? Nou, toen dacht ik, dat heb ik helemaal niet zo besteld. Ik zei, dat heb ik toch niet gedaan? Ik was helemaal ontdaan ervan. Ik wist eigenlijk helemaal niet. Ik zei, moet maar in de gevangenis of zoiets. Ja, weet je veel. Hé, maar die twee heren waren wel heel... Die waren heel goed. Inschrikkelijk ook, hè? Want ze hadden wel een leuk alternatief bedacht. Ja, heel overtuigend. Maar wat vond je ervan? Ja, een prachtig idee, zo'n Italiaanse sfeer. Ja, het zag er nog goed uit ook. Op de camera zag het allemaal heel officieel uit. En het huis zo helemaal te gek. Pizza, die Imca of die mama. En toen dacht ik, nou, maar dat wil ik helemaal niet. En toen dacht ik, en mijn bomen omkappen? Nou, dat wil ik ook niet. En dan palmen ervoor. Ik denk, wat slaat dat op? Ik ben echt een Grunningen boerin. Die eikenbomen, die heb ik daar zelf neergezet. Dat kan toch niet? Ja, kijk. Oh, ja.
Ja, we dachten, laten we alles maar een beetje op knappen, mooie kleuren erop. Ja, het is toch met geen pen te beschrijven. En dat zag er nog goed uit, ook op het scherm, dacht ik. Nou, met geraniumpjes, het was nog niet zo lelijk ook. Hey, en daar bleef het niet bij. Terwijl ik naar het gemeentehuis scheur, bereiden de Italianen de volgende stap voor. Imka is er even alleen met haar burgermoeder. Bij ons in het complot. En dus lekker vals. Moet jij dat betalen? Nou, dat zeggen ze dan. Jij denkt dat dit niet serieus is? Ja, ik weet helemaal niet wat het hier nou toch is. Het is wel ondertekend. Het is allemaal wel heel eng. Ik vind het echt heel eng ook. Want ze komen wel van de ambassade, hoor. Ja, dat is wel waar. Het ziet er allemaal wel heel erg uit. De eerste termijn, ook vreselijk. Maar wat is dat dan? Dat willen ze dus hebben. En dat uitgeprint waarschijnlijk van het internet af. Heel het is mooi. Wel een mooie foto. Ja, helemaal. Ja. Zo, de Italianen komen er weer in. De burgemeester gaat er weer uit. De heren hebben een filmpje gemaakt waarmee Imka haar trouwstelletjes naar Garda moet zien te lokken. Dit is Garda. Gelegen aan het sprookjesachtige Lago di Garda. Waarin heel veel Nederlandse toeristen hun weg weten te vinden. Ook de Nederlandse zangeres Imka Marina, bekend van het befaamde Bella Italia, was hier vaak te gast en is er zelfs tot ereburger uitgeroepen. Imka heeft dan ook haar hart verpand aan dit prachtige Italiaanse plaats. Ja, lieve. Ook in haar Groningse woonomgeving is alles op de Garda-liefde van de Nederlandse eetzangeres afgestemd. Kijk, het is toch vreselijk. Kijk, mijn huis is helemaal groen. Ik zie het al helemaal voor me. Dat kan niet. Ik wil alles doen, maar dit is vreselijk. Waar doet u als prasgetrouwde stijl Imka nu een groter plezier mee dan het maken van de huwelijksreis naar het fraaie Lago di Garda? Imka geeft u graag advies en is bereid om de reis tegen speciale marinakorting voor u te boeken. Reserveer hier. Dat kan toch niet waar zijn? Dat kan ik toch niet geloven dat dit waar is? Tuurlijk kan dat. Het is bananensplit. En de heren hebben nog meer voorbereid. We hebben ook jouw internetsite aangepast. Je kunt de Pizza Marina online bestellen. De lekkere Pizza Marina. Wat vind je ervan? Jongens, dit kan toch niet waar zijn? Dat kan ik toch niet geloven dat dit waar is. En ja, ik wil best samenwerken met Garden, ook met Italië. Maar dat moet toch in een leuke vorm worden gegoten. Niet dat mijn huis daar helemaal groen wordt. Ik kan wel huilen. Dat kan toch helemaal niet. Ja. Buongiorno. Ach, pizza. Pizza Marina. Van Garda. Dat is toch niet te geloven. Pro banana. Banana spritte. Ah. Ik heb hier inderdaad een kapje in de laag van de hele kilometer. Het gek is, ik zei het tegen die mannen, ik zei, die zitten gaan deden. Nou, ik ben er met boter en suiker. Kijk, eens, zwaai maar eens. Waar? Ja, daar is het. Ik Ja, hoe dom kun je zijn, hè? Hoe argeloos zo. Jongens, ik zweer het je dat ik het... Ik heb niet aan bananensplit gedacht. Ik heb er gewoon niet aan gedacht. Bananensplit. Nee, ik heb er niet aan gedacht. Daar was die. Ja, en dat was ook omdat mijn burgemeester natuurlijk... Ik zat gewoon officieel... Ik dacht dat het met mijn vaarverbinding te maken had of zoiets. Of weet ik veel, of met een steiger of weet ik wat. Maar dat was helemaal niet zo. En je denkt gewoon, op zo'n officieel kantoor denk je niet aan bananensplit. Had je ooit gedacht dat het ereburgerschap van Garda dat in zou houden? Dat je huis... Nee, kijk nou. Zo groen als de hulk wordt geschilderd. Ja, maar opzij met die luikjes leek het nog heel mooi ook. Echt waar. Opzij leek het nog heel mooi. Ja, verschrikkelijk, moet je er niet aan denken. Hey, jouw goede vriendin, die is hier ook de burgemeester van
Ja. Met Wolda, mevrouw Jonkman. Ja, ik heb het gezien, net met Koos. Ik heb gehoord dat u geen burgemeester meer bent van Met Wolda. Dat vind ik heel erg. Dat is toch niet door ons gekomen, hè? Bijna, nee hoor, nee. De gemeente die is opgeheven en ik heb een ontslag gekregen. Ik ben lekker met pensioen. Oké, nou dat is in ieder geval... naar Italië. Fantastisch, ik wil... Ja. Nou, dat verdient een applausje, dat verdient een applausje. Maar die kan liever hoor, ze heeft zo gejokt. Ja. En overtuigd, hè. Overtuigd, want door haar werd ik eigenlijk dat ik dacht... Ja, ze zegt, heb je nou niks? Nee. Ik denk, ja, als zij het zegt, dan zal, wat moet ik hiermee? Het zweet brak me alle kanten uit. Ik denk, wat moet ik hiermee? En ik heb ook een paar keer gezegd, dus, jongens, is dit een grap? Ja, ik kon dat met mijn verstand niet bij, maar ik heb niet aan bananensplit gedacht. Maar het is toch prachtig mooi, al die huwelijksreizen die zeg maar van Met Wolda straks georganiseerd worden. Ja, daar moet je toch niet aan denken. Met bussen gaan al die bruidjes... Ja, willen die mensen, die willen dat toch helemaal niet. Die willen naar de Centerparks of weet ik veel Imka, wat. Geloof me, het is... Het gat in de markt. Nou, het zou best kunnen zijn. Ik ga er tegenaan. Als ik had moeten trouwen. Ik ga er tegenaan. Het is dat ik getrouwd ben. Anders had ik zo uit Met Wolda hup in de bus gestapt. En richting oh, we doen een make-over. Ik doe een make-over voor je. Ik heb iets moois. Want je bent ereburger van Garda geworden. Ja. Dus ik vind dat je ook de eretrofee krijgt van Bananensplit. Hij is voor u de officiële Bananensplit-trofee. Ik ben er trots op. Alsjeblieft. Met banken en suiker. Dank je wel. Oh, kom hier. Mooi. Dank je wel. Tada!